Het misbruik zou jaren geleden hebben plaatsgevonden, zowel in de judo school van de man als tijdens buitenlandse reizen van de wedstrijdselectie. De deelgemeente heeft de ouders van de kinderen die nu bij de sportschool op Judo zitten, gisteravond geïnformeerd tijdens een bijeenkomst. Nou ja, mensen die geëmotioneerd zijn, de directe vraag is van: uh, is mijn kind uh, ook slachtoffer die speelt? Uh, nou, we hebben vanavond getracht om daarin uh, duidelijkheid te brengen, de stand van zaken van het onderzoek uh, even kort uh, te schetsen en uh, aan te geven uh, waarom we de mensen hier vanavond uh, naar ons uh, toe hebben gehaald. Voor de microfoon van Radio Rijnmond lieten de ouders weten geschrokken en verbaasd te zijn door het nieuws. Ik ben geschrokken en ik ken deze man ook al heel lang. Ik kan me ook bijna niet voorstellen dat dit waar is. En meer wil ik er niet aan toevoegen. Ik denk dat het een paar mensen zijn die misschien iets tegen hem hebben. Zou kunnen. Het onderzoek naar deze misbruikzaak is nog in volle gang.